Elke vrijdag wordt in de ouverture een lezing gehouden die in het teken staat van Nieuw Babylon 3. Dat houdt in dat vanuit de inwoners, vanuit de betrokkenen, wordt er een visie gevormd over het toekomstbeeld van West-Zeeuws-Vlaanderen. Hoe gaat onze streek eruit zien over 50 jaar? En daar heb ik ook jou bij nodig. Dus graag nodig ik je uit om iedere eerste vrijdag van de maand naar de ouverture te komen en ook daar je bijdrage te leveren aan onze toekomstvisie. We gaan het vanavond hebben over economie en over de economie hier in dit gebied. Dus ik zal mijn verhaal zo opbouwen dat ik eerst iets ga vertellen over meer algemene aspecten van de ontwikkeling economisch zoals ik die voor mij zie. En dan in het tweede deel zal ik meer specifiek inzoomen op de sectoren die van belang zijn voor de economie in dit gebied. Ik ga eerst de transitie naar duurzaamheid. Dat is een beetje het vak waar ik me de laatste 7 jaar als hoogleraar aan de Universiteit in Utrecht mee heb bezighouden. Mens is nooit te oud om te leren, dus ik heb daar ook nog weer heel veel geleerd. De indruk die ik daarvan heb, heel kort samengevat, is dat zoals we het in de afgelopen paar honderd jaar gedaan hebben, zeg maar in de industriële tijd, zo kunnen we niet verder. Dus we staan, mensen, op een punt in de geschiedenis waarbij al die manieren van werken, van opereren, van organiseren, die we ontwikkeld hebben in de industriële tijd, die zijn niet geschikt, niet goed genoeg voor de 21ste eeuw. Dus we staan echt op een belangrijk moment in de geschiedenis. En dat heeft op zichzelf overigens hele positieve achtergronden. Maar zoals dat zo vaak is, laten we zeggen, de successen van het verleden leiden ertoe dat de situatie zodanig verandert dat wat we toen deden in de toekomst niet meer kan. En dat is ook hier het geval. Dus we staan op een punt waar we als gevolg van de successen die we hebben geboekt als mensen in de 21ste eeuw niet meer verder kunnen op de oude manier. En dat heeft te maken met twee belangrijke dingen. Het eerste is dat in die industriële tijd, dus de laatste 150, misschien 200 jaar, is het totaal van de welvaart en het dus van productie en consumptie 80 keer zo groot geworden, wereldwijd. 80 keer. Dus de welvaart is 80 keer zo groot als 200 jaar geleden. En het tweede is dat op basis van die welvaart hebben we onderwijs ontwikkeld, hebben we gezondheidszorg ontwikkeld, hebben we veel betere voedingspatronen ontwikkeld. En dat heeft geleid tot een explosie van de wereldbevolking. Dus toen we begonnen aan dat traject, waren we ongeveer met 1 miljard mensen op deze planeet. En vandaag de dag zijn het er bijna 7,5 miljard. En die twee dingen gecombineerd, die leiden ertoe dat met de methode die we zijn gaan gebruiken in die industriële tijd, dat we eigenlijk nu bezig zijn om, als ik het wat scherp zeg, de aarde te plunderen. De natuurlijke hulpbronnen waar we als mensen uit putten, die we gebruiken om onze welvaart te maken, dat we die in hoog tempo aan het opmaken zijn en aan het vervuilen zijn. Waardoor we in feite in het jargon wat ik aan de universiteit heb leren kennen noemen overshoot hebben. Dus waarbij we als het ware de natuurlijke hulpbronnen van de aarde zodanig overbelasten, in zodanige mate gebruiken, dat we niet alleen maar, zeg maar oogsten uit de jaarlijkse opbrengst ervan, maar interen op de voorraad. En wat je ook pakt op deze wereld, dat is wat er aan de hand is. We teren in op de voorraad natuurlijke hulpbronnen op een zodanige manier dat dat niet houdbaar is, niet duurzaam is. Dat is de situatie waarin we ons bevinden. En dat komt
doordat we, toen we begonnen aan dat traject, 200 jaar geleden, toen waren er dus zo weinig mensen. Er was er nog zo weinig welvaart en zo weinig productie en consumptie. Dat we ten opzichte van wat er beschikbaar was op deze planeet, was dat eigenlijk maar een beetje. Dus we zijn eigenlijk methoden gaan ontwikkelen die gebaseerd zijn op de gedachte, er is zoveel, er is een eindeloze voorraad. En daar kunnen we dus ook zonder enige limiet uitputten. En dat is vandaag de dag niet meer zo. En dat is dus een hele nieuwe situatie waar we op het ogenblik als mensen in zijn terechtgekomen. En dat betekent dus dat we moeten reflecteren op hoe kan het dan anders en hoe kan het beter. En hoe kunnen we zodanig gaan opereren, leven, werken, organiseren, dat we veel efficiënter gebruik maken van die natuurlijke hulpbronnen. En dat is eigenlijk de grote uitdaging, de grote opgave voor iedereen in de komende periode. En dat is dus niet iets van, laten we zeggen, overmorgen, maar dat is een transitie die we zullen moeten maken, laten we zeggen, in de komende 20, 30 jaar. En dan gaat het heel veel over klimaatverandering natuurlijk, en nu zeker weer met Harvey en al die mensen die ondergelopen zijn daar in Houston en omgeving. Maar het is inderdaad de opwarming van de atmosfeer en vooral de opwarming van de zeeën, hè, want daar speelt dat een hele grote rol. Maar het is ook bijvoorbeeld het overbevissen van de visvoorraden in de wereldzeeën, waardoor wij in feite elk jaar zoveel eruit halen dat we ook de zogenaamde reproductieve voorraad eruit halen. Landbouwmethoden die ertoe leiden dat we de gronden uitputten. Ik kom daar straks in mijn tweede deel op terug. Het aantasten van biodiversiteit. Het aantal soorten dat jaarlijks van deze aardbodem verdwijnt, ligt in de orde van grootte van minimaal 1000, waarschijnlijk meer. En dus we zijn eigenlijk bezig om wat wel genoemd wordt het web of life aan te tasten. En wat we in de tijd, zeg maar na de verlichting en de beelden die we daarbij gevormd hebben, zijn vergeten. Dat is dat wij mensen met alles wat wij fysiek zijn, gewoon verbonden zijn met het geheel van het leven. Daar zijn we afhankelijk van. Dus de gezondheid en de beschikbaarheid van andere vormen van leven is bepalend voor de kwaliteit van het menselijke leven. We zijn ons gaan zien als afgescheiden van de natuur, maar we zijn onderdeel van de natuur. En dat is dus een, laten we zeggen, een mentale, je zou kunnen zeggen, een culturele stap die we in de komende tijd moeten maken om als het ware te gaan leven vanuit het besef en het bewustzijn dat wij onderdeel zijn van de natuur. En dat we dus ons zodanig moeten gedragen dat we het geheel van het leven in stand houden, zodat ook wij daar op een goede manier in kunnen leven. Dat is eigenlijk de grote culturele, je zou ook kunnen zeggen, de beschavingsopgave waar we voor staan. En dat is dus niet niks, dat is geen klein bier, om het zo te zeggen. Dus dat is waar we ons met z'n allen bevinden. Naar mijn diepe overtuiging en alle kennis die ik daarover de laatste jaren heb mogen verwerven. En nou is dus eigenlijk het positieve van dit al, dat eigenlijk alles wat we nodig hebben om dat te gaan doen, dat is er al. Dus het is niet zo van dat we nou ongewapend in deze omstandigheden staan. Nee, alles wat we nodig hebben, dat is er al. De inzichten, waar ik er zojuist een paar van heb genoemd, maar ook de kennis om anders te gaan opereren, die is er al. En ook de technologie om het te doen, die is er ook al. Dus het is niet zozeer een kwestie van, kunnen we het wel? Nee, de vraag is, willen we het wel? Willen we in de omstandigheden zoals die nu fundamenteel anders zijn dan, laten we zeggen, 50 jaar geleden, willen wij met z'n allen
de manieren van leven, de manieren van produceren, de manieren van consumeren die we hebben ontwikkeld, willen we die veranderen. Mijn bevinding is dat dat op geen enkele manier ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van ons leven. Maar het is wel anders en het vraagt om andere instelling en het vraagt ook om andere manieren van ons leven inrichten. De grote transitie moet nog komen. En die grote transitie die vat zich eigenlijk samen in de notie circulaire economie en circulair leven. En dat is ook een notie waarvan het belangrijk is om die goed tot ons te laten doordringen. Want als je goed beschouwd naar het leven kijkt, dan is alles circulair. Ons hele planetenstelsel is een circulair stelsel. We cirkelen om de zon en de maan om de aarde. En we hebben de seizoenen. En elke vorm van leven begint bij vrijwel niks en eindigt in vrijwel niks. En wat we hebben gedaan in die begintijd van de industriële economie, dat is om niet circulair te denken, maar lineair. Dus we hebben toen gedacht, nou ja, er is zoveel van alles. We kunnen gewoon pakken wat we denken nodig te hebben. En dat verwerken we tot producten. En aan het einde van de levenscyclus van die producten, nou, dan gooien we dat weer weg. En dan pakken we weer nieuwe grondstoffen. Dat is de lineaire economie. Ook in de landbouw hebben we eigenlijk wat in essentie een circulair activiteit is, hebben we heel veel lineaire elementen ingevoerd. Want we zijn kunstmest uit eindige bronnen gaan gebruiken en we zijn bestrijdingsmiddelen uit eindige bronnen gaan gebruiken. En geneesmiddelen ook trouwens, ook onze eigen gezondheid. Hè? Onze eigen gezondheid. Als je dokter werd, dan studeerde je medicijnen. Hè? Dat is dus, laten we zeggen, de dode materie gebruiken om de levende materie, laten we zeggen, te laten floreren. Hè? Dat is wat we gedaan hebben in de industriële tijd. En daarmee hebben we, laten we zeggen, intrinsieke, organische, zelfgenezende processen hebben we verstoord in belangrijke mate. Dus als je penicilline neemt, dan tast dat je immuunsysteem aan. Dan verzwakt je immuunsysteem. Dus dat is wat we gedaan hebben. En als je er dus even zo naar kijkt, dan is eigenlijk dus de opgave dat we ons weer, laten we zeggen, positioneren in die circulaire orde. Dat we ons realiseren dat de stap die we nu moeten zetten, dat is onze organieke, oorspronkelijke, logische positie in het geheel van het circulerende leven weer innemen. Dat is eigenlijk de stap die we moeten zetten. Dat is overigens geen kleine. Hè? Dus dat is een wezenlijke amendering van hoe we naar onze eigen werkelijkheid kijken. Maar daar gaat het over. Nou, inmiddels zijn we in de economie wel behoorlijk op gang aan het komen met het toepassen van die circulaire idee. Dus er zijn al industrieën die hun producten zodanig in elkaar zetten dat aan het einde van de levenscyclus van die producten de grondstoffen er weer uitgehaald kunnen worden en hergebruikt voor een volgende productcyclus. En nog een keer, en nog een keer eventueel. En waarom niet 20 keer? Dat leidt overigens ook tot hele andere bedrijfsmodellen. Want als je in supply chain, een keten van een bepaald product, dat goed wil doen, dan moet je de verschillende stappen in die keten, die moet je heel precies op elkaar afstemmen. En dan moeten dus, als je in de, zoals Carly hier in de, de metalen hoek zit, je bent er geloof ik nu uit, is het niet Carly? Ja. Maar dan moet je dus de grondstof zodanig verwerken in de basis die, van de halffabrikaten die je krijgt,
dat er op het eind weer uitgehaald kan worden enzovoort. Hè. Dus dan moet je ook heel nauw samenwerken. Hè. Dat vraagt een hele andere manier van opereren. Dan heb je niet concurrentie tussen schakels in een keten, maar samenwerking in de schakel, tussen de schakels in een keten. En aan het eind van de levenscyclus van dat product, dan is eigenlijk de vraag, moet je wel dat product verkopen? Want als je eigenaar wil blijven, of in ieder geval de beschikkingsmacht wil hebben over de grondstof die in jouw product zit, dan kun je misschien ook beter eigenaar blijven. Want dan krijg je aan het eind van de levenscyclus dat product terug en dan laat je het weer aan elkaar halen en dan gebruik je het opnieuw. En dat zijn nu modellen, bedrijfsmodellen, circulaire bedrijfsmodellen, die gaandeweg in zwang aan het komen zijn. Dus je kunt tegenwoordig witgoed huren op deze basis. Hè? Dan koop je dus niet een wasmachine of een koelkast of wat dan ook. Maar je koopt 1000 wasbeurten of misschien 2000. Ik weet niet precies hoe lang Miele meegaat. En auto's. Hè? Dus ik weet dat de grote autofabrikanten, die zijn bezig om eigenlijk zichzelf gaandeweg te herformuleren als dienstverlener op het gebied van automobiliteit. Die blijven dus eigenaar van de auto's. Het is niet voor niks dat BMW en Mercedes allebei een Nederlandse leasemaatschappij hebben gekocht. Dat is precies om die reden. De BMW heeft ING leaseactiviteiten gekocht en recent, ik dacht, Mercedes die van Rabobank. In ieder geval, die beweging wordt gemaakt. Nou, zo zou ik nog een heleboel andere voorbeelden kunnen noemen. Maar dat is dus eigenlijk de grote beweging die in de economie aan de orde is. Hoe ver ben ik nu met mijn tijd? Ik heb nog even. Nou, dus, want ik wou ook nog iets zeggen over, in algemene zin, over hoe ik nou eigenlijk de ontwikkeling zie van staatkundige eenheden. In mijn optiek is ook de natiestaat is een construct van de industriële tijd. Natiestaten die bestaan eigenlijk pas sinds het midden van de 18e eeuw of zo. In die tijd zijn die, is dat bedacht en ontwikkeld. En dat is dus gelijk opgelopen met de industriële ontwikkelingen, de industriële tijd. En de tijd waar we nu naartoe gaan, en dat blijkt al uit wat ik zojuist heb beschreven, dat we ons weer moeten invoegen in de natuurlijke orde. Want dan komt het eigenlijk op neer. Weer definiëren als onderdeel van de natuur. En dat de processen die we vormgeven niet mechanistisch van aard zijn, dus niet de machine als metafoor, maar organisch van aard, dus het leven als metafoor en als voorbeeld van hoe je organiseert. Dat ook die natiestaat eigenlijk, om een aantal redenen, maar eigenlijk niet meer in staat is om te doen wat in de komende tijd nodig is. En eigenlijk te, laat ik maar zeggen, te beperkt is om in de komende tijd het soort van vraagstukken waar ik eerder over heb gesproken adequaat aan te pakken. Want wij kunnen wel in Nederland eigen klimaatbeleid voeren, of wij kunnen wel eigen circulaire economie proberen vorm te geven. Maar dat kunnen we op ons eentje helemaal niet. En wat er ook heel sterk aan de orde is, en dat is zowel een sociaal fenomeen als een economisch fenomeen, dat is regionalisatie. Sociaal gesproken is er een sterke tendens dat op basis van die opleidingsinspanning die we ons met name in de 20e eeuw hebben gepermitteerd, mensen veel meer kunnen dan vroeger, in staat zijn om zelf dingen te regelen. En dat gebeurt ook steeds meer. Hè? Dus als je overal in het land kijkt, bijvoorbeeld op het gebied van energiecoöperaties of dorpscoöperaties of zorgarrangementen voor ouderen of allerlei vormen. Dat mensen gewoon denken, ja maar kijk, wij willen niet langer afhankelijk zijn van die overheid, die bureaucratische overheid. En niet langer van die grote ondernemingen. We pakken ons eigen lot in handen voor zover dat mogelijk is.
En die tendens is heel sterk en dat leidt ook tot allerlei regionale, lokale manieren van het leven inrichten. En die circulaire economie, hè, dus als je die economische processen van de komende periode circulair wil vormgeven, ja, dat leidt ook tot regionalisatie. Want als we, laten we zeggen, de wasmachines, voor zover ze nu uit China komen, als we die willen hergebruiken, ja, dan ga je ze niet eerst terug naar China brengen. Maar dan sloop je ze hier uit elkaar en dan pak je hier die grondstoffen en dan ga je hiermee aan de gang. Maar kijk naar energie. Hè. Dus een belangrijk onderdeel van die circulaire economie is duurzame energie. Langdurig beschikbare bronnen. Dat betekent lokalisering van de energieproductie. Hè. Dus als we die transitie naar een duurzame energiehuishouding maken, dan wordt straks alle energie die hier in sluis nodig is, hier geproduceerd. En dan is er dus geen import meer. En trouwens ook geen export. Hè? Maar het is gewoon lokale productie. En dat betekent dus lokalisering, regionalisering van economische processen. De technologie helpt daar reuze bij. Dus een hele nieuwe generatie zogenaamde microtechnologieën. Hè, van de ICT tot energietechnologie tot 3D-printen en nog andere dingen. En dat leidt dus allemaal tot, laten we zeggen, het organiseren van economieën op regionale schaal. En in dat perspectief moeten wij ons hier heel goed bewust zijn in deze regio. Dat eigenlijk wij als regio niet behoren tot de staatkundige eenheid, logisch, organisch gezien, maar tot Vlaanderen. En dat is wat mij betreft een belangrijke oriëntatie voor de toekomstige ontwikkeling in allerlei opzichten, maar zeker ook economisch, van dit gebied, dat we ons, ontdoen van die grens waar we zo overheen kunnen rijden, maar die toch in de hoofden van mensen nog een hele grote rol speelt. He, want onze jongens en meisjes, die gaan, over de Schelde studeren in het algemeen. En onze ziekenkostenverzekering loopt aan die kant van de Schelde en gaan ze maar door. He, dus de institutionele voorzieningen, ik kom daar straks op een paar punten ook nog op terug, die zijn allemaal, zeggen, Nederlands staatkundig gedefinieerd. En volgens mij is een van de belangrijke dingen die in dit gebied moet gebeuren, dat we eigenlijk, leren van die smokkelaars die ik in mijn jeugd heb gekend. Want die smokkelaars die hadden dat eigenlijk al als perfecte ondernemers precies in de gaten. Hè? Dus die intermedieerden gewoon tussen de markten aan twee kanten van de grens. En mijn algemene aanbeveling is dus ook voor dit gebied, zorg dat je het beste van beide kanten van de grens benut. Dat is wat mij betreft een heel belangrijk ding. En daar voeg ik nog aan toe. En dan moet ik geloof ik ophouden. Dus dan hou ik op. In mijn eerste rondje. Dat eigenlijk de wereld zich wat mij betreft in de komende decennia gaat organiseren rondom stedelijke gebieden. Dus laten we zeggen, de centrale functies die zitten in stedelijke gebieden. En het omringende buitengebied is eigenlijk vooral dienstverlenend aan die stedelijke centra. En laten we zeggen, onze stedelijke centra die zitten niet in het noorden, maar die zitten hier net over de grens. De Vlaamse stedenband is eigenlijk het logische gebied waar wij, toeristisch, maar ook qua wonen, qua eventuele energieleveranties, qua schone lucht, qua agrarische productie enzovoort, ons op kunnen oriënteren. Dat is eigenlijk de logische, organische vormgeving die ik in die lange periode waar Nieuw Babylon zich op richt, zie ontstaan. Ik rond het hier nu af en maak een kleine césuur voor ik begin aan het volgende.